De Stichting Conservatorium Suriname heeft gisteravond haar eerste 8 afgestudeerden afgeleverd. Zij kregen de titel Bachelor in Music. De muziekafgestudeerden hebben als afsluiting een graduation concert gehouden. Volgens Carlo Jetnanang Sin, voorzitter van de Stichting Conservatorium, had het gros van de studenten 6 jaar terug geen vereiste vooropleiding voor het behalen van een bachelordiploma. Nu, 6 jaar later, is het eindelijk zover, zegt Jetnanang Sin. Hij belichtte het bijzonder karakter van het conservatorium. Bestuur en directie hebben als uitgangspunt genomen dat primair de aandacht gericht moet worden op het Surinaamse karakter. Dit betekent dat naast het traditioneel op het westen gerichte onderwijs, aandacht besteed moet worden aan de in ons land voorkomende culturen. Ook rekening houdende met het feit dat we het Caribisch gebied liggen en ook die Caribische muziekstijlen moeten oefenen. Het afstudeerproject was voor ons een grote uitdaging, omdat de door de overheid beschikbaar gestelde middelen niet toereikend waren. Middels fundraising en steun van vele sponsors is het toch gelukt om financieel rond te komen. Vanavond vindt een historische gebeurtenis plaats. Aan 8 afgestudeerden zal voor de eerste maal in de Surinaamse geschiedenis de graad van Bachelor in Music BM worden uitgereikt. Het opvallende bij al deze afgestudeerden is dat zij allemaal studenten geweest zijn met kwaliteiten die ver boven het gemiddelde liggen. Zij zijn erin geslaagd om ook in het gewone leven populariteit te verwerven als uitvoerende muzici. Volgens Ramon Williams, directeur en oprichter van het conservatorium, was het een zeer gedenkwaardige dag. Want zonder muziek is het leven niet mogelijk. Muziek is leven en leven is muziek, merkte Williams op. Je hoort ook onderwijsminister Robert Pinu, die benadrukt dat het een bijzonder moment is omdat wij als Surinamers hebben bewezen dat wij het kunnen. Onze afgestudeerde muzikanten zullen laten zien wat muziek en de muziekbeoefening betekent voor de ontwikkeling van ons land. We mogen met z'n allen trots zijn op de internationale prestaties die hier vanavond zullen worden gepresenteerd. Maar één ding moeten we algemeen nemen als Surinamers. Ongeacht de politieke kleur die we hebben, laten wij onderwijs technocratisch leiden en laten wij de algemene doelen die wij hebben voor jongeren koesteren, zodat wij de jongeren een toekomst bieden. Meneer Dr. Ramon Williams, we zijn er nog niet. We leveren de eerste afgestudeerden aan, maar helaas zijn we geen vampires, we kunnen niet 1000 jaar leven. Maar we moeten wel gaan denken hoe we uiteindelijk voor deze groep van bachelors een masteropleiding kunnen aanbieden. En ik zal er alles aan doen dat er scholarships beschikbaar zijn. Onderwijsminister Robert Pinu en Ramon Williams, directeur van het Conservatorium Suriname. Zij spraken gisteravond tijdens de diploma-uitreiking van de eerste afgestudeerde muzikanten van het conservatorium. De uitreiking vond plaats in Theater Thalia.